Hele goede avond iedereen en welkom weer hier live vanuit Podium De Flux op Flux TV met onze tweede live uitzending hier. Vanavond staat helemaal in het teken van de Zaanse metal en links van mij zit daarom ook een van de bandleden zometeen van de eerste band. Rob? Yes, yes. Goedenavond. En rechts van mij heb ik onze eigen programmeur hier van Podium De Flux, Vincent. Hello. Zitten. Goedenavond Vincent. Hebben jullie er sowieso een beetje zin in vanavond? Natuurlijk. Ja? Na 4 maanden afwezigheid van live optredens, zeker weten, 100%. Nou, top, top, top. Nou, achter mij zit mijn schone social lizard weer. Daar is er ook helemaal klaar voor. Heb jij er ook zin in? Ja, tuurlijk. Ja, top. En wat ga je vanavond doen? Alle kijkersvragen die binnenkomen, die gaan wij hier rechtstreeks aan de tafel behandelen. Oh, top. Kortom, ja. Jullie mogen komen vragen stellen. Het zijn de bandleden, het zijn onze programmeur Vincent. Dus wees vooral niet bang om je meest wilde vragen te durven stellen. Rob. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig met de band? Ongeveer een jaar of 3,5, zeg maar. 3,5 ongeveer. Ja. Oké, top, top, top. En waar komen jullie eigenlijk allemaal vandaan? Een beetje Herengewaard, Horen en omstreken. Dus het zit allemaal wel een beetje dichtbij in de buurt. Het is net niet Zaans, maar het zit erbij in de buurt. Wordt geaccepteerd. Ja, precies. Ja. Purmerend, Zaanstad is ook... Precies. Absoluut. Mm. Nou goed, je zei het net zelf al, 4 maanden coronavirus, lockdown. Ja. Wat zijn daar een beetje de gevolgen van geweest voor jullie? Dat is een hele goede vraag. Het gevolg is sowieso geweest dat wij 75% van al onze data voor dit jaar hebben moeten cancelen, dan wel verplaatsen, want met verplaatsen zijn we nog bezig. En we hadden een tour in Engeland staan in april voor 4 shows en die gaat ook niet door. Dat is jammer. Dus ja. En ik gok dat dat wel een van de hoogtepunten zou zijn van dit jaar? Ik denk dat dat zeker weten een van de hoogtepunten zou zijn van dit jaar. Top. Maar goed, 4 maanden, tijd en overvloed. Heeft het ook wat positiefs gebracht? Jawel, jawel. We zijn natuurlijk, we hebben net onze tweede EP uit, Pillars of Lies. Gelijk even reclame, ga checken. Facebook, at Hell of Fire. Nee, we hebben een EP uit sinds februari, genaamd Pillars of Lies, met 4 tracks. We hebben eerder een EP genaamd Decade of Darkness uitgebracht het jaar daarvoor. En het zorgt er wel voor dat we meer kunnen schrijven aan de full length nu, zeg maar. Maar daar zijn we wel mee bezig. Ja, precies. Dus even meer tijd voor de creatieve noten in dat opzicht. Yes. En staan er verder nog grote toekomstplannen op de agenda op het moment dat alles weer een beetje normaal wordt? Hopen we. Ja, we hebben nu nog, met de versoepelingen van het kabinet zou het kunnen zijn dat dat doorgaat. We hebben nu in september nog 2 festivals staan. Stonden er ook al aan het begin van het jaar. Ik weet de datums even niet uit mijn hoofd, maar Metal Experience Fest in Leiden in de Gebroeders de Nobel. En Roosendaal Open Air. En daarvan hopen we heel erg dat ze doorgaan, want er komen heel veel vette bands op die line-up. En het is een hele grote eer om daartussen te staan, dat sowieso. Nou, dat is zeker hartstikke goed. En ik neem aan dat jullie ook nog zelf naar festivals zouden gaan dit jaar? Of een beetje ja. Tijd? Of gewoon uit eigen plezier bedoel ik dan even, hè? Niet als band? Ja, iedereen was natuurlijk best wel balen dat Graspop en dergelijke niet doorgingen. Dus, precies, daar baal ik ook van. Ja, zeker weten. Ik denk iedereen hier wel stiekem. Ja, precies. Mensen precies. Thuis ook trouwens. Ja, ik denk iedereen wel. Yes. Nee, top. Zometeen gaan jullie een setje spelen voor ons. Mm-hmm. Wat kunnen we verwachten? Dat geef ik niet prijs van tevoren. Top, top, top. We hebben vanavond ook nog een leuke winactie voor jullie kijkers. En die Sanne hier achter mij, die kan daar wat meer over vertellen. Ja, voor vandaag gaan we voor het eerst het Rad voor Van Tuin spelen. Dus laat in de comments in de chat achter een getal van 1 tot en met 20. En aan het eind van deze uitzending gaan we het rad draaien. En de winnaar kan kans maken op 2 vrijkaarten naar keuze. Dat klinkt heel leuk. Ja, zeker. Top, top, top. Nou, dan is het denk ik wel de tijd aangebroken dat jullie je ding gaan doen. Dus, eindelijk. Eindelijk. Ja, je hebt lang moeten wachten vandaag. Hè? Yes, zeker. Super. Nou, des te meer zin je erin hebt, dus des te energierijker het gaat worden. Mm-hmm. Ik wil graag aan jullie voorstellen, live hier vanuit Podium De Flux, Hallowed Fire. Down. Get top down.
Flux TV, wij zijn Hell on Fire! En dit is Joey. Dit is de titeltrack van onze eerste EP. Ga trouwens checken op social media, @ Facebook Hell on Fire. Dit is de decade of darkness. Oh nee. Pillars of Light! We'll be right back.
Deze staat ook op onze tweede EP. Iedereen die dit kijkt heeft een PC, dus ga gelijk even naar Facebook @HallowedFire, doe die shit. Jullie zijn er nu toch? Fear us! For we are the monsters in the sky! Deze staat nog niet op een van onze releases. Misschien dat het jullie goed doet om te weten dat we ook met een full-length album bezig zijn. Ja, dat dacht ik ook. Dit is de prophecy! Dit is de end of the...
dank jullie wel alvast. Iedereen die aan het kijken is thuis sowieso. Dit is ons laatste nummer van vanavond. Wij zijn Hell on Fire! Dank je wel aan de organisatie van de Flux. En veel plezier bij dit Hell-out! Dit is ons laatste nummer, deze hit, Fearless!
Doubtfire. Dank jullie wel, dame en heer. Het dak is er al zeker al eraf, toch Vincent? Ja. Absoluut, absoluut. Zeg, Lisanne, zijn er al wat reacties binnen omtrent onze leuke winactie? Er zijn al een paar getallen genoemd. 2, 18 en 6. Dus stuur vooral nog een getal en wie weet maak je kans op vrije kaarten. Nou, super. Ik heb toevallig ook nog een vraag gekregen. Heb je daar nu tijd voor? Ja, zeker. Kom maar door. Mooi zo. Wat kan je als bandje doen om hier te komen spelen? Nou, dat lijkt me een mooie vraag voor Vincent. Ja. Nou, allereerst laten weten dat je er bent. Dat je bestaat, toch? En ook gewoon mij mailen en of programma's teams mailen en zeggen van ik wil hier komen spelen. Ja, dat simpel is het. Simpel begin, toch? En dat is natuurlijk allemaal te vinden, onder andere op ons op de website natuurlijk. Hè? Precies. Podiumdeflux.nl kan je alles terugvinden. Ja. Vincent, mag ik als eerste even met jou een kleine proost doen? Ja. Het feit dat we weer dingen aan het doen zijn hier. Kijk. Dat vind ik al een mooi positief begin, dus ik zeg proost bij deze. Ja. Lekker watertje hoor. Ja, voor jou wel. Hey, Vincent, je bent natuurlijk programmeur hier van de Flux. Ja. Maar behalve dat, waar kom je zelf vandaan? Waar ik vandaan kom? Ja. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Ja. Dus wil je mijn hele levensverhaal weten? Nou, omdat het zijn van... de notendop. Oh, je notendop. Maar je wilt mijn muzikale achtergrond weten, dat bedoel ik. Vooral gewoon waar je zelf een beetje vandaan komt. Ja, ik ben al heel lang in de muziek, vanaf mijn 9e jaar eigenlijk al. En ben van oorsprong muzikant. Maar ik ben door de jaren heen ook wel ontdekt dat ik achter de schermen het ook wel heel leuk vond dingen te doen, naast het muzikant zijn. En dat is uiteindelijk geprofessionaliseerd, laten we zo zeggen. Ja. Dus ik heb heel veel gedaan. Ik heb bedrijfjes in muziek gestart en ben daarna op een gegeven moment programma's voor festivals gaan doen en nieuwe podia concepten opzetten. Ja. Ja, nu zit ik hier, een fantastische plek. En hoe ben je terechtgekomen? Ik ben hier terechtgekomen een aantal jaren geleden doordat er een oproep was voor een algeheel coördinator. En men wilde eigenlijk iemand hebben die op dat moment, zeg maar, het podium wat er heel klein was, want het oude podium, de kader, was helaas failliet gegaan, om weer een nieuw poppodium op poten te zetten. Ja. En dat weer meer structuur in te brengen. En nou ja, dat, uiteindelijk ben ik dat geworden. En dat is eigenlijk nu de Flux. Hè? Ja, dus, precies. En heb je het ook naar je zin hier? Of? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Stiekem wel, ja. Het is wel natuurlijk heel spannende tijden. Constant eigenlijk hier. Eerst was het natuurlijk het gedoe met het cultuurhuis. Wat hier doorging. Toen was het een tijdelijk pand waar we in moesten. Nu zitten we natuurlijk opeens een coronatijd eroverheen. Ja. Nu moeten we natuurlijk weer een nieuwe discussie ingaan. Wanneer er ergens een definitief poppodium gaat komen hier in de stad. Ja, het blijft spannend hier. Blijft spannend. Het blijft spannend. Precies, precies. Over de coronasituatie gesproken, wat was een beetje de impact voor jou als programmeur zijn toen de lockdown inging? Hoe bedoel je? In één keer mochten we niet meer open, alles ging dicht. Nou, de impact is natuurlijk gigantisch. Kijk, je moet je voorstellen dat. Dat je bent wat aan het opbouwen met de mensen hier. Dan heb je een programmalijn van wat de zaankanten wil, wat de mensen hier willen. Daar maak je een heel mooi programma. En opeens van de ene op de andere stap is dat gewoon bang, weg. Weet je wel? En dan, wat ga je dan doen? Dat was nogal wat. Dus dan moesten natuurlijk als een idioot alles gaan verplaatsen. Zo min mogelijk afzeggen, verplaatsen. Maar ja, naarmate de tijd vorderde, waren er heel veel agenten en managers die opnieuw willen gaan verplaatsen. Naar 2021, dat ik ook heel goed begrijp. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een beetje aan de hand. Sure. Dus het is gewoon constant één grote puzzel. Maar we komen eruit. Weet je wat belangrijk is? Het gaat er uiteindelijk om dat we gewoon lekker spelen en dat we uiteindelijk gewoon kunnen doorgaan. Daar gaat het om. Nou, daarover gesproken, hè, want de maatregelen zijn een beetje aan het versoepelen. Wat staat er een beetje in het verschiet voor de aankomende maanden, voor de Flux? In het programma bedoel je? Ja. Nou, we gaan natuurlijk wel zoveel mogelijk kijken van oké, wat is er mogelijk binnen de kaders die we nu krijgen. Ik denk dat het een beetje een combinatie wordt van streaming. Ik hoop ook een beetje met streaming en publiek. We zijn wel een beetje aan het kijken van wat wel en wat niet. Maar het gaat ook een beetje op van wat gebeurt er na 1 september vooral. Dat is het belangrijkste denk ik om te weten. Volgens nog zo'n programma zoals die website staat. En zoals er aangekondigd, dat blijft dat programma. Daar zijn we natuurlijk wel een beetje op ingespeeld. Maar je moet wel kijken dat het natuurlijk al een beetje onder voorbehoud is wat meneer Rutte gaat zeggen. Ja. Maar er gaan mooie dingen gebeuren, absoluut. Dat sowieso. En hebben we het over een paar maanden, maar verder in de toekomst kijken.
Ver in de toekomst bekend, zeker, natuurlijk. Je moet gewoon doorgaan eigenlijk van 2021. Kijk, de verwachting is, s lands grootste concertpromoter, ik mag geen namen noemen waarschijnlijk, of wel? Nou ja, voor mij mag je alles noemen. Mojo heeft natuurlijk wel in de gezegd dat enigszins een normalisering is in 2021. Dus kijk, als de grote jongens al gaan zeggen van dat er naar een normalisering toe gaan, dan denk ik ook wel, verwacht ik dat natuurlijk ook wel. Ja. Dus we moeten heel goed gaan kijken van waar we op uitkomen. Maar goed, niemand weet hoe het echt gaat worden. Nee, niemand. Dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Precies. Verhouding. Ja. Lisanne, zijn er nog wat vragen vanuit de socials van Vincent? Ja. Ja. Nou, toevallig ook net wat jij zei, als we zo meteen open gaan. Ook weer aanhakend op de vraag die we net hadden gekregen. Hoe kunnen ze contact met je opnemen? Hoe mensen mij contact kunnen opnemen? Nou, als je muziek onder aandacht wil brengen, stuur in ieder geval je YouTube-link of je Spotify-link of allerlei andere dingen naar programmering@podiumdeflux.nl. En daar komt het eigenlijk in, bij het programmeringsteam zijn verschillende. We hebben een metalploeg, we hebben... Het is niet alleen dat ik het alleen programmeer, weet je wel. Ik kijk heel goed wat wil de stad. Maar we overleggen heel veel met de achterban en mensen die binnen het genre heel veel van die bands kennen. Ook van, oké, is het wat? Willen we het doen? Hebben ze publiek voor? Gaan we er wat mee doen? Kunnen we het misschien in een klein mini-festivalletje verband doen? Nou, dat soort dingen. Dus altijd ons informeren. Komt altijd wel onder aandacht. Top. Nou, je zegt, kijk vooral naar wat de stad wil. Zijn er bepaalde opvallende genres, dingen wat misschien wel typisch Zaans is in dat opzicht? In de Zaankanten, wat de Zaankanten leuk. Ja, het is wel inderdaad een opvallend stad, zeg maar. Het staat natuurlijk volkomen haaks op wat Amsterdam wil. In die zin, in Amsterdam hebben ze natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk wel heel erg trendy en last en nieuw. En hier zijn we toch nog wat meer achteroverleunende en met trends bezig die eigenlijk misschien elders al wat meer minder zijn. Ja. Maar ook blijvertjes. Dus metal doet het goed, blues doet het, bluesrock, vooral bluesrock doet het heel echt heel goed. Dat zie je in heel veel gemeenten en andere gemeentes juist niet. Maar dit is wel heel goed. Singer-songwriting doet het goed. Reggae zit een hele stijgende lijn in. En tribute bands. Mensen willen toch heel graag bands zien die iets, zeg maar, een sfeer proeven van vroeger. Of iets van een band zien wat nog wel bestaat, maar misschien te groot is of te duur om heen te gaan. En dan vinden ze het leuk als daar een ode aan is. Die zie je ook heel veel. Dus het is echt wel. Zo echt van alles wat een beetje. Ja, absoluut. Ja. Maar goed, vooral de metal doet het heel goed. En dat wordt vanavond ook maar weer bewezen in dat opzicht. Inmiddels heb ik een andere gast aan tafel. Stel jezelf even voor. Ik ben Sander, ik ben Rodi voor Degenerate. Ik ben zelf ook in bands. Dus, en als ze vroeg of ik het interview voor hun wou doen. Kijk, ze waren zelf een beetje microfoonschuw? Of ja, ik denk het. Het is een beetje klaarmaken voor de show. Dus vroeger, ga jij maar even zitten. Ja. Dus goed, bij deze zit ik hier. Nou kijk, top. En je bent Rodi van de band. Ja. Even voor de mensen die niet bekend zijn in alle termen. Wat is daar, wat doe je? Nou, ik help gewoon de band met het opbouwen van de drums. Een beetje de dingen regelen rondom de show op het podium. Dat alles gewoon goed gaat, weet je wel. Dat de drummer ook, kijk, soms heb je 3 minuten ombouw. Ja. Als je zo'n drumstel hebt, ga je dat niet alleen redden. Nee, dus dan spring bij en dan helpen bouwen en gewoon leuk, gewoon lol hebben. Ja, precies. Oké, duidelijk. Ja. Het is fucking warm hier al. Ja, het is te zien, maar het hoort bij je werk natuurlijk. Ja, tuurlijk. Warm of koud, ik bedoel, je moet altijd door in dat opzicht. Ja, absoluut. Hoe lang ben je al bij de band staan? Nou, ik ken die jongens al nog van een ander project wat ze hiervoor hadden. Ik denk dat wij al gemiddeld al na 17, 18 jaar vrienden zijn. En vanaf dat we begonnen met beentjes, die er altijd al bij. En zo is het eigenlijk altijd gewoon gegroeid eigenlijk. Ja. Ja, zo doen we. Okay. We kennen elkaar al een goede tijd, zeg maar. Ja, precies. En omdat ik natuurlijk zelf ook een band speel, wat een keer hadden we geen gitarist. Nou, dan viel de zanger van Degenerate met gitaar, viel hij dan voor ons in, weet je wel, als soort tweede gitarist. Dus we helpen elkaar gewoon, ook met shows of andere dingen, muziek opnemen. Dat is gewoon... popelen daar volgens mij. Ja. Ben misschien de zenuwen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, want ook jullie hebben natuurlijk een tijdje stilgezeten dankzij de corona-situatie. Ja, zeker. Hoe is dat een beetje van invloed geweest? Ja,
Nou ja, vooral we hebben de weekenden weer vrij. Normaal hadden we daar een show, overal best wel veel shows. Ja, ja, en eigenlijk sinds het nieuwe jaar met die corona is het eigenlijk helemaal ingestort natuurlijk. Het is wel weer even leuk na 4 maanden thuis zitten. Ja, precies. Het is wel anders zonder publiek. Maar zijn jullie nog creatief bezig geweest verder? Ja, ze zijn er wel creatief bezig geweest. Ja, ik ben er nooit echt bij. Maar wat ik van ze hoor is dat ze wel weer bezig zijn met wat nieuwe verse nummertjes, zeg maar. Oh, oké. Okay. En weet je ook welke sneak peek je hebt? Ik ga niks zeggen. Dat is niet aan mij om dat te delen met de wereld. Ik bedoel, dan moet je een van die gasten vragen. Oké. Nou, ik denk dat we het gewoon vanzelf moeten gaan horen in dat opzicht. Niet vergeten, reageer nog even natuurlijk op de socials voor onze winactie. Een nummertje tussen de 1 en de 20. En daarna gaan we later met het Rad van Fortuin de winnaar of winnares bekendmaken. We gaan over naar het podium. Want ja, zoals je een beetje op de achtergrond hebt gehoord, we staan te popelen om te spelen. Dus hier is Degenerate.
song is called Afterglow. Deze song heet Incarnated! We'll be right back.
Ik hoop dat er mensen zitten te kijken die van thrash metal houden. Deze song heet Eternal Return!
ja, beste mensen, we gaan nog een liedje doen. Afkomstig van onze laatste plaat, Devastation Ahead. Je kan hem checken op YouTube, Spotify. Gewoon lekker gratis luisteren, helemaal top. Volgende liedje dat we gaan doen, komt ook van die plaat. En volgens mij zijn we er klaar voor. Deze song heet The Haunted Hurt.
Zijn jullie klaar voor nog een song? This song is called The Heart and Heart. Let's fucking go! Let's play.
all for watching. See you next time! Yes, Degenerates. Dank jullie wel, mannen. Dat was echt super, super tof. Vincent, wat vind jij ervan? Ja, power. Goeie power in die band. Ja, toch? Goeie interactie, hoor. Absoluut, helemaal absoluut. Goed. Ja. Absoluut. Nou, als het goed is, hebben jullie een hoop vragen gesteld via de social media. Dus die staan, hè? Ik heb er in totaal 3 gehad nog. Oh, eentje of wij gesponsord worden door Hertog Jan. Nou, worden wij gesponsord door Hertog Jan? Nee, ik denk het niet. Maar ze smaken wel lekker, dus proost. Nou ja, als ze willen. Ja, bij deze Hertog Jan mochten jullie kijken. Altijd welkom. Wat had je nog meer? Hoe voelt het om weer op het podium te staan? Ik denk dat deze gericht is naar de heren op het podium. Ja, ik denk dat de heren op het podium daar wat meer van weten. Alleen het lijkt dat de heren op het podium nogal druk zijn in dat opzicht. Okay. Dus volgende dan maar. Nou, dan de laatste. Neferia stond eerst in de line-up. Waarom spelen ze niet vanavond? Wauw. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat was volgens mij... Ja, dat weet ik wel. Ze hadden zo lang niet gespeeld, zeiden ze, dat ze niet genoeg tijd hadden om te repeteren. En ze wouden daarom eigenlijk even liever niet. Ja. Dus nou, dat moet je respecteren. Ja. Heel jammer, maar... Begrijpelijk. Ja. Zeker begrijpelijk, begrijpelijk. Nou, Vincent, ik wil je sowieso in ieder geval even bedanken dat je vanavond hier aan tafel bent aangeschoven. Ja, graag gedaan, joh. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Ja, tuurlijk. Geen gehoorbeschadiging opgelopen verder? Uiteraard. Dus, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, goed. Het is even tijd voor onze winactie. Want ja, we hebben een hele leuke winactie. Iets met nummertjes, iets met de Rad van Fortuin. Toch? En ik heb heel veel nummers binnengekregen. Oh, kijk, voornamelijk nummer 6. Dus ik ben heel benieuwd of wij met tickets gaan strooien vanavond. Nou, dat zou heel leuk zijn. Ik zou zeggen. Ik ga even mijn persoonlijke, lieftallige, superknappe assistente op het podium roepen. Petra Lekkerbeek. Even naar het podium toe, naar het rad. Want daar staat ze namelijk klaar. Dat je lekker voor mij gaat draaien, schat. Nee, geen succes. Geen succes. Nou, dan mag je nog een keer draaien. 7. Nummertje 7. En we hebben een winnaar. Een winnaar. Wie? Matte en Simmer. Nog één keer? Matte en Simmer. Die heeft via de live chat gereageerd met nummer 7. Nou, dus kijk. Die, mag 2 tickets uitzoeken. Die mag 2 tickets gaan uitzoeken. Stuur even een pb'tje naar de Facebookpagina van Podium De Flux. Zet er even winactie met de livestream bij en even je e-mailadres. En dan gaat dat helemaal goed komen. Hebben we nog meer op mensen gegeven? Misschien dat we nog wel een keertje kunnen draaien, toch? Ja, gaan we gewoon nog een keertje draaien. We gaan gewoon nog een keertje draaien. Petra Lekkerbeek, moet je wel even lekker spuiten voor me. Heb je niet gespoten, schat? Dat vind ik jammer. 13. Nee, helaas. Helaas? Nou, als je even spuit, mag je nog een keer draaien. Lekker, schat. Lekker. 11. 11. Iedereen zit ernaast vandaag. Nou, dat is jammer. Ik had liever ingezeten. Petra, doe nog een keertje. Misschien een flinke rug. Nee, ook niet. Ook niet? Allemaal net niet. Jammer, schat. 2. Ja, we hebben weer een winnaar. Oh. Stef Dekker. Nou, Stef Dekker, gefeliciteerd. Ook voor jou geld. Stuur in even een pb'tje op de Facebookpagina van Podium De Flux. Zet er even bij met de livestream en je e-mailadres. En dan gaat het helemaal goed komen. Nogmaals, Vincent, bedankt. Ik heb genoten van je gezelschap. Ik wil nog even een speciaal bedankje doen natuurlijk naar de bands. Hallowed Fire en Degenerate, hartelijk dank. Lisanne, ook jij weer bedankt. En jij ook bedankt, Carlos. Graag gedaan. Volgens mij was dit de laatste, hè? Voor jou. Voor mij wel, ja. Helaas. Oh. Maar goed, wij zijn er morgen sowieso wel weer. Want dan hebben we de Popschool livestream hier op Flux TV weer vanuit Podium De Flux. Dus ik zie jullie dan. Bedankt en tot ziens.